50 meter nog. De start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Strijd om de leiding inderdaad tussen de paarden 1 en 3. Het lukt bijna, Angela, maar bijna is niet helemaal. Het is aan de binnenzijde Dutch Dynamite die de leiding neemt. Buitenzijde onder druk van Cocktail Olderson. Beide deelnemers die gooien er nu een enorm tempo uit. En op de derde plaats uit de wind Tom Kooijman achter paard nummer 4, Diane Lane. Diane Lane die wil graag dat plekje op de rug van de koploper. Daar zet hij even vooraan en heeft dat plekje nu ook te pakken. Zep de Legume en Bichamon die volgt daarachter op de vijfde plaats. Bingo is daarachter het paard aan de buitenkant en dat wordt de ideale gangmaker wellicht voor Celtic Boco. Achter deze paarden, want vooraan wordt het tempo nu uit de koers gehaald, schuift het veld een beetje in één. En we komen zo dadelijk 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. En dan bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. Pech voor Cocktail Olderson, die krijgt een onvoordelig parcours naast de koploper, de favoriet Dutch Dynamite. Daarachter aan de binnenzijde krijgt Tom Kooijman hem op maat, achter Diane Lane. Bingo in het tweede spoor en achter Bingo volgt dan aan de binnenzijde het nummer 5 van Sept de Legume. Tweede spoor daarnaast Celtic Boco, dan Bichamon. Achter Bichamon volgt aan de buitenzijde Dylan F. Boco, die ligt er al redelijk kort bij. Achter Dylan F. Boco, Sean Dekker met César. Die wordt gevolgd door Blushing Renka en op de laatste plaats. Maar wel degelijk met aansluiting de een van de laatste deelnemers in het veld, Cashflow, met Rosalie Jansen. Vooraan gaat Angela Spanjaard nog maar eens een keer kijken of er wat te halen valt bij die koploper. Het antwoord is nee. Dutch Dynamite en Cocktail Olderson die betwisten elkaar de koppositie. Diane Lane aan de binnenkant. Bingo die volgt in vierde stelling en aan de binnenzijde Zep de Legume. Die paarden aan de reling, ze bidden allemaal voor ruimte. De ruimte zou kunnen komen, want nu gaat het spel op de wagen en gaat Minimaze Dylan F. Boco in stelling brengen en die wordt nog vooraf gegaan door Celtic Boco. Bichamon naar tweede spoor en zo krijgen we een hele bewegelijke koers waarbij het wel krap gaat, maar gelukkig geen aanrijdingen of iets in die geest. We gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan en Diane Lane kan er bijna uit, maar dan is het gat alweer afgedekt door een aanstormende Celtic Boco. Celtic Boco nu naast Diane Lane achter de koploper nummer 1 Dutch Dynamite. En op de vierde plaats een gigant van een outsider die een enorme koers op maat heeft gehad. En dat is Zep de Legume. Paardenkoers af op de laatste bocht. En het is daar dat Danny Brouwer en Dutch Dynamite de zaken nog altijd onder controle hebben. Maar Diane Lane die krijgt zo dadelijk de ruimte. En kan dan van die reling afkomen. Daar komt Diane Lane. Maar de vogel is mogelijkerwijs al gevlogen. En in dit geval hebben we het dan over Dutch Dynamite. Dutch Dynamite brengt het veld de laatste rechte lijn in. Heeft 1,5, 2, 3 lengte voorsprong. En wordt van zo langs als zijn leven niet meer geklopt. De tweede plaats erachter voor Diane Lane. Derde de 8, Celtic Boco. Close op de vierde plaats tussen aan de binnenzijde de 9, Dylan F. Boco. Daar heb ik licht Dutch Dynamite. 5 jaar deze zwarte bruine ruin van Straussie uit Urianen Dijkhoeven. Stal Dynamite de fokker. Stal PD de eigenaar. Bas Krebas de trainer. En Danny Brouwer de winnende rijder. We kunnen overgaan tot de huldiging, dames en heren, van Danny Brouwer. Hij wint met Dutch Dynamite van start tot finish. Een beproefd recept. Danny, ja, gefeliciteerd. Je straalt uiteraard van oor tot oor. Want het is toch niet makkelijk, denk ik, als je net zo'n ritje hebt gehad met een favoriet waar het misgaat. En je moet met hetzelfde nummer weer met een favoriet, weer op pad. En hij heeft het ook wel eens gedaan. Ja, ja, zeker weten. Ja, het zijn twee goede paarden. Dinant is ja, fantastisch. Die gaat daarna nog zo goed. Dat hij springt aan de start, dat kan gebeuren. Die verstapte zich gewoon. En deze, ja, dat moet je gauw vergeten en dan opnieuw beginnen. En dat deze, ja, fantastisch paard. Super. Je wist dat je de aanval van Angela zou krijgen in de eerste bocht. Ja, ja, je krijgt ze op Alkmaar eigenlijk altijd. Hij kan zo goed beginnen, hij is zo trouw. Ja, en hij kan zo hard lopen, van kop af is hij eigenlijk onkloppbaar. We gaan in de handen, dames en heren. Berensterke winnaars van de kwartetdraverij. Dutch Dynamite en Danny Brouwer.